Ik ben nu een aantal dingen tegelijk aan het doen. En dat is wel een beetje vervelend, want je zit op materiaal te wachten. Die platen die hieronder moeten komen, die rasters waar het gras in komt, dat kan je hier gewoon normaal over rijden en lopen met fietsen en scooters. En ik ben hier nu bezig, even een plantenbak maken. Of even, dat is best nog wel een klusje eigenlijk. Ik ben het toch maar een beetje aan het verlijmen, want ik leg het eerst los op elkaar. Dit zijn overigens van die kantenstukken die hier zitten. Die heb ik eruit gehaald. En ja, die dingen die moet ik toch ergens kwijt, want weggooien dat kost alleen maar geld. En dat is zonde natuurlijk ook, dus ik kan ze mooi weer gebruiken. Maak daar een plantenbak van. Dan heb ik hier ook planten, dat vind ik wel zo gezellig. Want dit is een heel kaal stuk. En dat is wel leuk als daar een beetje plantjes in staan. Dus het gaat een beetje chaotisch zo, alles tegelijk. Maar ja, kom ik even niet onderuit. Je moet helemaal materiaal hebben om verder te kunnen natuurlijk. Ik heb die stenen even schoongemaakt met een staalborstel. Ik wil zorgen dat ze een beetje gelijk liggen. En dan kan ik er kit op doen. Je ziet het, wordt nu zwart. Andere kit. Zo. Andere kleur dan. Gewoon montage kit. Volgens mij werkt dat gewoon prima. Oh, die kring is zwaar zeg. Niet zo heel precies, blijft een tuin natuurlijk. Maar wel een beetje netjes moet het wel. Ja, zoveel mogelijk stof en vel eraf. Die even weg. Nou, komt die ook gelijk schoonmaken. Zo. Ja, die is helemaal vlak, zie ik. Ja, dat gaat wel. Mooi zat voor de tuin. Oeh. Even kijken, hij komt er zo op, ja. Dat gaat een stuk beter.
Even dat randje eraf tikken. Toch maar. Kijk hoor, verkeerde kant. Verkeerde kant gedaan. Oh, sukkel. Zo, nog twee. Kijk, dan is hij min of meer klaar. Dan moet ik alleen hier de stenen nog uithalen. Zodat de wortels genoeg ruimte hebben om door te schieten. Nou, die laat ik lekker zitten. Deze gaat er wel uit. En die kan ook blijven zitten. Een paar tegeltjes aan er blijven liggen. Een paar stenen. Maar dat is niet zo erg, want die wortels vinden ze weg wel. Maar, oh hier, oh nee, nou die kan ook blijven zitten. Er kan de aarde in en planten. Nou, als finishing touch, de planten natuurlijk. Thank you.
vol. Deze nog. Een beetje water tappen. Kijk, nou dat fleurt de woed al behoorlijk op zo. Dat is weer een stukje groen in de tuin. Voor vlinders, beestjes en weet ik het allemaal. Een stuk beter.